Welkom bij RTV Ridderkerk. In deze film geven wij een kijkje voor en achter de schermen van radio en tv Ridderkerk. Wat gebeurt er met uw publicatie als die bij ons hier letterlijk op de deurmat valt? Of via ons e-mailadres binnenkomt op de redactie van radio en tv Ridderkerk? Of een telefoontje voor een bepaalde activiteit die binnenkort plaatsvindt? Dat alles ziet u hier. Oh, nou wacht even, moet ik even opschrijven. Even een papiertje opzoeken, moment hoor. RTV Ridderkerk is het lokale nieuwsstation van en voor Ridderkerkers. Als een nieuwsitem binnenkomt bij ons hier op de redactie, dan gaan onze medewerkers er meteen mee aan de slag. Radio voor Radio Ridderkerk, de tv-krant voor TV Ridderkerk, onze filmploeg om een verslag te maken en onze redactie van de nieuwe media om iets te plaatsen op social media van Facebook of Twitter. We maken even een kijkje bij de radio-uitzendingen van onze actualiteitenprogramma's Prettig Weekend en Politiek Café, die recent zijn opgenomen tijdens onze Gouden Open Dag. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer radioprogramma's die wij verzorgen. Tijdens de Europa Run was onze filmploeg bezig om mooie sfeerbeelden te maken. Onze fotograaf aanwezig bij verschillende activiteiten om mooie beelden vast te leggen. Deze beelden worden gebruikt voor ons internet en de tv-krant. Voor meer informatie uit Ridderkerk kunt u terecht op onze website www.rtvridderkerk.nl. U kunt ons ook volgen op onze social media, Facebook of Twitter. RTV Ridderkerk werkt uitsluitend met vrijwilligers. Hoi, ik ben Caroline Veerman. Mijn naam is Gert Schild. Ik ben John Blom. Ik ben Hans Magito. Ik ben Heli Bravenboer. En mijn naam is Sylvia Pons. Ik ben Marijke van der Schoor. En ook ik ben vrijwilliger bij Radio RTV Ridderkerk. Dat zorgt voor een goede organisatie en structuur, welke geborgd zijn in statuten, reglementen en overleggen. Hartelijk welkom hier bij dit tv-overleg allemaal. Als publieke lokale omroep hechten wij heel erg aan transparantie. Wij verzorgen onze uitzendingen voor de Ridderkerkers en met de Ridderkerkers. De transparantie komt onder andere tot uiting in het feit dat wij al sinds vele jaren in het bezit zijn van een zogenaamde ambi-status. Ook hebben wij een programma bepalend orgaan. We zijn weer bij de PBO-vergadering. Wat samengesteld is uit mensen van verschillende stromingen uit de gemeente Ridderkerk. Verder moeten wij verantwoording afleggen aan het commissariaat van de media.
die ons wettelijk toetst ten aanzien van onze financiën en jaarverslagen van elk jaar. Hartelijk welkom op deze bestuursvergadering van de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk. Verder beschikt onze organisatie over een bestuur, een stichtingsbestuur. Dit bestuur zorgt ervoor dat alle faciliteiten kloppen, dat de techniek kloppen en dat de financiën kloppen. Zo ziet u dat er zeker voor een organisatie als onze heel veel activiteiten nodig zijn om de lokale omroep RTV Ridderkerk in de lucht te houden. Mijn naam is Ad van Eyck. Ik ben Wendy Harreman. Ik ben Joost Kelderman. Hoi, ik ben Erik Harreman. Ik ben Jan van der Zanden. Ik ben Erik Jonkman. Hallo, ik ben Ella Visser. Ik ben Ike Bladenboer en ik kom ook bij Blair. Kijk in de keuken van RTV Ridderkerk. Heeft u aanvullingen of vragen, dan kunt u ons het makkelijkst bereiken op ons e-mailadres info@rtvridderkerk.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 080 430 777. Wilt u vrijwilliger worden van RTV Ridderkerk? Dat kan ook. Kom dan eens langs bij ons in de studio aan de Jonkheer de Saverin Lohmanstraat nummer 1. Wat kruist aan de Koninginneweg in Ridderkerk. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens!